Ik ga even de matten doen hoor. Zelfs de straatstenen moeten eraan geloven. Woudenberg viert Koninginnedag dit jaar. En hoe? Zo, ook weer klaar. Met onder meer de sterkste man en vrouw, beachvolleybal en een disco is er zaterdag genoeg te beleven. En in de Koningin Emma-straat begonnen ze gisteren al aan de oranje versiering. De start is al hartstikke goed en daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Vorig jaar gebeurde er helemaal niets. En het Oranje Comité vond dat dat zo niet langer kon en ging direct aan de slag voor dit jaar. Binnen een week tijd hadden we ik weet niet hoeveel aanmeldingen van vrijwilligers. Allemaal mensen die dus de oproep hadden gelezen in de Woudenbergen. En die vonden ook wel eigenlijk dat het heel jammer was dat er niks werd georganiseerd. Yvonne de Kruijf heeft het extra druk dit jaar, ook omdat ze jureert bij de verkiezing van de versierde straat. Dus wij moeten aan die kant. En wie weet valt haar straat wel in de prijzen. Ja, ik zelf mag natuurlijk niet heel veel meedoen met het een cijfer geven, want ik help hier nu ook mee met deze straat. Maar hij ziet er mooi uit. Dan maar vast een beloning voor het werk tot nu toe. Oh, lekker, dankjewel. En zo zit de sfeer er nu alvast goed in. Ja, dat klopt. Je ziet het, hè. Want het saamhorigheid krijg je hiermee. Het versieren en daarna gezellig koffie.